Jenny De Vroe van Open VLD is intussen komen aanschuiven. Dag mevrouw De Vroe. Ja, een maand geleden wordt een app gelanceerd die je dan op je smartphone kan downloaden, hè, die de luchtkwaliteit weergeeft. Maar dat valt nogal tegen. Hè. De resultaten zijn niet nauwkeurig, kunnen we lezen. De info klopt niet, toch niet op straatniveau. Maar goed, u vraagt dan aan minister Van den Heuvel, wat gaat u doen? Mm-hmm. En hij zegt, ik ga de Vlaamse Milieumaatschappij vragen om daar beter over te communiceren. Bent u nu tevreden met dat antwoord? Nee, uiteraard niet. Hè. Ik vond het persoonlijk een heel nobel initiatief. Ik vind het ook belangrijk dat mensen bewust zijn van de luchtkwaliteit in hun omgeving. Het werkt op die manier ook sensibiliserend. Maar de app gaat dat doel volledig voorbij. Althans, ik hoor de minister zeggen, het zijn gegevens die je op macroniveau moet interpreteren. Mm-hmm. Niet op microniveau en niet op het niveau van de straat waar je woont. En dan werkt het wel sensibiliserend. Maar het is niet sensibiliserend, omdat als u bijvoorbeeld naast een autostrade woont en u heeft deelgenomen aan het Curieuze Neuzenproject en u heeft gezien dat de luchtkwaliteit helemaal niet goed is, u neemt de app erbij. Ja, het project van de standaard met voilà, 20.000 meetpunten. Inderdaad. En dan ziet u de app en dan zegt u van oké, groen licht, de luchtkwaliteit is hier perfect. Dan werkt het totaal niet sensibiliserend. Nee. Het is belangrijk dat mensen nauwkeurige informatie krijgen, correcte informatie, dat er duidelijkheid is en op die manier en wat verwacht u nu van de minister dat hij gaat doen om het dan wel sensibiliserend te maken? Ik ga ervan uit dat hij die app een grondige update geeft en dat hij echt wel ervoor zorgt. Zijn er meer meetstations om zo'n update mogelijk te maken? Er zijn een 60-tal meetstations momenteel. Men heeft ook de informatie van het Curieuze Neuzenproject. Dus ik ga er toch wel van uit dat men door middel van updates en echt wel die informatie accuraat te houden, dat men die app veel nauwkeuriger kan. Die informatie is beschikbaar om de app te updaten? Maar ik ga er vandaag? Er zijn 20.000 mensen die hebben deelgenomen aan een Curieuze Neuzenproject. Dat is een momentopname. Hè? Op het moment dat het onderzoek is gevoerd, we zijn ondertussen bijna een half jaar verder. Klopt. Is die informatie nog relevant? Langs de andere kant hebben we de meetstations. En aan de hand van de Curieuze Neuzen en de modelleringen hebben we een duidelijk beeld. Men moet dus het is mogelijk om de app te updaten. En er zijn ook zones, daar ga ik zeker van uit, anders zou ik dat niet vragen. En men moet ook bekijken waar er missing links zijn van meetpunten. Want er zijn collega-parlementsleden die ook al de minister vroeger bevraagd hebben, de voorganger, betreffende missing links, waar dat men zou vinden dat er nog een extra meetpunt zou zijn. Kan de minister dat nog doen in die vier maanden die hem nog resten? Kijk, ik denk dat de minister een duidelijk signaal moet geven naar de Vlaamse Milieumaatschappij dat de app niet naar behoren functioneert. Ik denk dat dat echt wel zijn taak nu is. Alle partijen hebben hem daar vandaag ook op gewezen. De app gaat zijn doel voorbij. Ja. Geeft geen correcte informatie en werkt daardoor ook niet sensibel. Goed, met het meten verbetert de luchtkwaliteit niet, hè? Nee. Wat gaan we doen om de kwaliteit wel te verbeteren? Er ligt een ontwerp luchtkwaliteitsplan op de tafel. Dat is een visie tot 2030. Van de regering? Van de regering, met eigenlijk een lange termijnsvisie. Maar u heeft daarnet ook gemerkt tijdens het debat dat ik gevraagd heb van wat gaat u op korte termijn doen? Want in en wat zou je kunnen doen? In een van mijn schriftelijke vragen aan zijn voorgangster weliswaar, heb ik duidelijk gezegd van wat kan u op korte termijn doen? Dat is bijvoorbeeld, er zijn projecten mogelijk om lokale besturen te stimuleren, financieel te ondersteunen, om in hun eigen gemeente actief een project op te zetten om de luchtkwaliteit te verbeteren, financiële ondersteuning. Maar dat kan pas aangevraagd worden op het moment dat eigenlijk het luchtkwaliteitsplan, dat nu in ontwerpfase is, goedgekeurd wordt. Ik vind maar dat is niet op korte termijn. En u vroeg wel, wat kan u op korte termijn doen? Wat zou u dan doen op korte termijn? Ik denk dat bijvoorbeeld nu op zeer korte termijn men moet kunnen de lokale besturen stimuleren en financieel ondersteunen. En dat is mogelijk? Snel. Ja, tuurlijk. Ja. Als de minister dat wil, is dat mogelijk. Oké, dan komt u daarop terug. Dat heb ik u toch horen zeggen. Klopt, bedankt in elk geval. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.